Antwerp kreeg het bezoek van Dender. Beide ploegen hangen in de middenmoot van de tweede klasse. Dender op plaats 8 met 1 punt meer dan Antwerp. Het kon dus een leuk cupavondje worden op de Bosuil. Daar hangt toch nog een beetje de geur van een roemrijk verleden, met onder andere successen in de beker van België. Voor het laatst in 1992, het jaar daarna, bereikte Antwerp zelfs de Europese finale der bekerwinnaars. U hoort Eddy de Maris. Wees welgekomen op de Bosuil. Zowel bij Antwerp als bij Dender staat er een trainer met de eerste klasse ervaring aan het hoofd. Bij Antwerp is dat good old Radko Svilar, Servier van geboorte, maar al decennia lang eigenlijk gewoon Antwerpenaar. Bij Dender, Patrick Asselman is daar de sportieve baas. Opvallendste figuur bij Dender is de aanvoerder Christophe Imschoot, ex-Lierse, ex-KV Mechelen onder meer. Nu al 6 competitiegoals gemaakt dit seizoen bij Dender. Bij Antwerp loopt een 18-jarige jongen in de kijker. Geoffrey Heiremans, zo heet hij. Hij vertrekt morgen naar Manchester om er bij het grote United een week stage te gaan lopen. Hij is net 18, een winger en een groot talent. Benieuwd of hij dat vanavond zal kunnen tonen. De eerste hoekschop van de wedstrijd. De Meersman heeft hem genomen, naar beneden geknikt, maar ook overgeknikt. Door Ibrahim Sommé, de enige echte diepe spits bij Dender in de ploeg vandaag. Opletten, doelman. Ja, Vincent van Trier was zich daar te rustig aan het voorbereiden op uittrappen. En dan was Sommé daar opnieuw. Ibrahim Sommé, Congolees, 20 jaar jong. N'Golok, dat is een Belg. Speelt voor de verdediging. Goede aanname van de Fransman Lorient op de. En dan is hij daar weer, Sommé. En nu komt hij goed uit zijn goal van Trier. In tweede instantie geen doelgevaar. Lorient afgeweken. Bal opletten. En dan kan hij er net niet bij, Sommé. Opnieuw dreiging vanwege Dender. De Meersman neemt de hoekschop. Eerste paal. Die bal blijft hangen. En dan gaat hij tegen de netten. En dan staat het na nog geen 11 minuten spelen. 0-1 voor Dender. En dan is het een goal ook, dacht ik, die gescoord heeft. De defensieve middenvelder. Hier de hoekschop van de Meersman. En die voorsprong voor Dender moeten we verdiend noemen. Hij beseft het niet helemaal dat hij die bal raakt. En het is inderdaad een Golok die scoort. Een verdiende voorsprong, want Dender heeft al een paar kansjes gehad. En nu wordt het beloond op een hoekschop. Loriante. Wiggers die wat laat wakker schiet. Loriante. Loriante heeft nu ruimte om te trappen. Het scheelt niet zo heel veel. En Dender doet zo'n beetje wat het wil in dit eerste kwartier. Een paar keer kwam Antwerp wel over de middenlijn, maar zonder dat er echt dreiging van kwam. En Svilar beseft dat er wat moet gaan veranderen, want zo kan het hier snel over zijn. Imschoot, dit is misschien een mogelijkheidje voor Antwerp nu om een degelijke counter op te zetten. Ken Monnier. Oh, en dan gaat die bal bijna binnen. Oris. Of was het Lambeau? Die was meegekomen. Ja, Lambeau. Oris liep er ook. Maar over hem gaat die bal heen. En hier is Lambeau. Moeilijk te nemen. Botste wat hoog op. En dan is de reactie wel goed van Dries de Boot. Want de 1-1 was daar plots heel dichtbij. Die kans. De eerste helft behoort tot het verleden. Een goed kwartier van Dender. Een kans voor Antwerp daarna. En vervolgens eigenlijk helemaal niks meer gedurende 20, 25 minuten in deze eerste helft. De 0-1 voorsprong nipt voor Dender is te rechtvaardigen. Vrijtrap Antwerp. Heiremans heeft hem genomen. En dan Oris, die maakt geen overtreding, zegt de scheidsrechter. En dan is het een goal. Nee, het is geen goal. Wat gebeurt daar allemaal? En wat laat Antwerp daar uiteindelijk ook liggen? In de persoon van Fiebel, die daar maar stond op te kijken. Vlak bij de doellijn.
En het wordt uiteindelijk een doeltrap. Besluit de scheidsrechter Günter Boele. Nog eens kijken. Dus Oris loopt, ja, doet niet heel veel. Dus je kan erin komen dat er voortgespeeld wordt. En is er dan handspel in het spel van Schuurman of niet? Is het handspel? Ja, wellicht wel. En dan heeft Oris gelijk dat hij daar protesteert. Want dit had een strafschop kunnen, misschien wel moeten zijn voor Antwerp. De Vries is goed naar die bal toegekomen. Dan was Wiggers de wind in, aangeraakt het schot. En dan wordt het een hoekschop via Schuurman. Dit was een knappe actie van deze man. Emmerik de Vries. Kiebel weer tegen Sommee op. Ja, wat verschil in lengte speelt natuurlijk ook een rol in die duels, dat het er zo uitziet. Oris van heel ver afgeweken bal en zo werd het nog bijna link voor Dries de Boot. Sommee hersteld van de krampen min of meer, voor zover mogelijk. Mounianesa moest er gewoon tegenaan lopen tegen die bal. En dat lukt net niet, anders was het 0-2 en ja, mogelijk ook einde van dit duel. Hermans. Een appel voor handspel. En dat is een gele kaart voor het model. En dat is zijn tweede gele kaart, ja. En dan moet hij van het veld. Met nog 16 minuten te spelen. Want in de eerste helft kreeg Bondel ook al een keer geel. Inderdaad, dat heeft hij nu door. Scheidsrechter Günter Boele. En dus Dender net voor het slotkwartier met 10. Transon. De Vrieze. Dicht bij de goal. Hier is Transon. En weer een hoekschop. Er is nu druk van Antwerp. Zo stilaan Dender dat op de eigen helft gehouden wordt. Zonder dat er voorlopig echt open kansen van komen. We zitten in de 89ste minuut. Kevin Oris achter de bal. Al 5 goals in de competitie gemaakt voor Antwerp. Wat doet hij nu? Hij zoeft naast die tweede paal. Een centimeter of 30, schat ik. Ado. En nu is het afgelopen. Günter Boele fluit af. Antwerpen leek op weg naar de gelijkmaker. Gaandeweg in die tweede helft steeds meer druk. Hoekschoppen, halve mogelijkheden, maar geen echte uitgespeelde kansen. Deze wedstrijd had misschien wel op verlengingen moeten uitdraaien. Maar Antwerpen heeft niet kunnen scoren. En dus bekert Dender voort en ligt de Great Old uit dit bekeravontuur.